je vais pas dire j'arrête parce que j'ai trop froid. Je suis dans la course, je suis devant, donc je fais la course. Redoute, dat is ja, dan stroomde de adrenaline uit mijn oren. Dan was ik echt, nerveus. Wilfried, ik schaamde me kapot. Voor mij is leuk, Bastenaken leuk. Niet alleen die geweldige koers, die doyen, maar toch ook wel een plek waar de geschiedenis van Europa voor een stuk bepaald is. Zondag wordt voor de 100ste keer Luik-Bastenaken-Luik verrezen. Hele oude klassieker hier in België. Ik zit eigenlijk in het hartje van de Ardennen. Ik heb daar vannacht geslapen. Hotel Bonhomme. Goed ontbeten. Ik ben eigenlijk klaar om hier in deze streek te gaan fietsen. Rémouchon is het hier. Rémouchon is echt wel een belangrijk punt, want die komen ze twee keer langs. Eén keer op weg naar Bastogne, dat is het keerpunt. Dan draaien ze om. Dan komen ze later in de middag. Komen ze hier weer uit. En dan moeten ze die monsterlijke klim nemen hier achter ligt, die net achter Rémouchon. Dat is Lare Doet, een van de zwaarste klimmen van Luik-Bastenaken-Luik. Maar daar wil ik voorlopig nog even niet aan denken, want ik moet hem ook gaan fietsen. Ik ga eerst maar eens even en route. Ardennen, dat is voor mij het gebied waar ik voor het eerst echt bergjes ben gaan beklimmen. Ik ben een jongen uit Rotterdam en voor mij was de Van Brienenoord al heel wat, 4%. Maar toen ging ik als twintiger met vrienden hier naar de Ardennen, een lang weekend, hadden we een parcours uitgezet. En dan reden we hele stukken van Luik-Bastenaken-Luik en dan kwamen we op de Stokkeu uit en op de Redoute. En het was onvoorstelbaar die percentages die je moest rijden. 20%, 22%. De hele nacht doorpraten over verzetten. 'S Nachts om 4 uur pas slapen en om 9 uur weer zo'n bergje op. Waar is die? Hola. Hey Michael. Dit is de meest eerlijke koers die ik ooit gereden heb. Het is gewoon een super zwaar parcours en de kilometers, het liegt gewoon niet. Dit is de klassieker voor mij gewoon. Dat is, en omdat je ook hier renners tegenkomt die heel goed presteren in de Tour de France, maar ook renners die echt de klassieke renners, de mannen met inhoud, de Bikkels, de mannen, de grote motoren. Wat een van mijn eerste herinneringen is denk ik met Hino dat hij won in de sneeuw. Ik was toen 8. Ja, dat was geweldig natuurlijk. Kijk, dat is dat heroïsche, zeg maar, dat ze alleen voorop rijden. Iedere wielrenner wil alleen vooruit winnen. Dat is gewoon het mooiste. En zeker in dat weer, dat maakt het nog wat specialer. En ja, ik had toen dat besef al, als kleine jongen. Dat was voor mij, dit was de stoerste koers. We zijn vertrokken met 174 renners. De kans is heel erg groot dat slechts een 10 tot 15-tal van die mannen zal aankomen. C'était un temps vraiment exécrable avec la neige, avec des conditions qu'aujourd'hui je pense pas les coureurs accepteraient. Et là donc tout le monde est parti. Et c'est vrai que dès qu'on a commencé à sortir de la ville, dès la première ascension, au sommet il commence à neiger quoi. Ouais. Et, bon, dans la première quoi. Kilomètre. Ouais, au bout de 5 km quoi. Ouais. Juste au sommet de la première côte. Oui. À la sortie de la ville. Qu'est-ce que vous avez pensé? Au départ, on dit oh, c'est qu'une averse de neige, ça va aller. Et puis ouais. Après, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup moins de coureurs en course. Il y avait beaucoup qui étaient descendus. Ouais. Et moi, j'étais avec un équipier qui s'appelle Maurice Le Guillou. Et je lui ai dit à un moment donné, si jamais au ravitaillement il neige, moi je rentre dans la voiture, j'arrête. Hein. Ouais. Et c'est vrai que ça aurait... me dit au ravitaillement, enlève l'imperméable, parce que c'est la course commence, je lui dis mais tu es fou, il fait froid et tout, il dit si enlève-le, alors je lui ai jeté de colère, oui. Et comme j'avais froid, je me suis réchauffé en commençant à rouler. Et une spéciale casquette, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle nous en France une cagoule, je sais pas comment vous appelez ça, il y a juste le oui. Visage qui ressort, couleur rouge, que j'ai toujours d'ailleurs. Vous avez pensé une fois de cette course d'abandonner, une fois? Deux fois? Ah, plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui, oui. Mais pourquoi?
Tout simplement parce qu'à un moment donné, il neigeait tellement qu'on voyait rien. Donc on avait beau mettre la main comme ça pour essayer de protéger de manière... Qu'est-ce que vous avez mangé? Bon, c'est des gâteaux de semoule, gâteaux de riz, qui sont faits en Belgique et qui sont très bons. c'est des tartelettes, c'est des fruits. Après, c'est des choses chaudes, c'est du thé chaud quoi, ouais. Qu'on peut aller chercher à la voiture, des choses comme ça. Oui. Et qu'est-ce qui se passe avec votre corps quand il est si froid? On a très froid, aussi bien aux pieds, aux mains. Bon, après, moi, je suis devant, donc je ne peux pas dire, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas dire, j'arrête parce que j'ai trop froid. Je suis dans la course, je suis devant, donc je fais la course. Oui. Et Cyril Guimard, donc, les vêtements non plus n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, aussi chauds. Me donnait des gants en laine, mais comme il pleuvait, ça mélange d'eau, de neige et de tout. Oui. Donc, après 2-3 km, c'est froid même encore. Même pas. 200 mètres. 200 mètres. Il avait beau les réchauffer sur les bouches d'aération de la voiture. Oui. Pff, il les reprenait. Je pense que finalement, si je n'avais pas mis, je ne suis pas sûr que j'aurais pas eu plus froid. Moins froid. Oui. Bah, on sent que c'est froid, mais on n'imagine pas ce que ça va être derrière. Mm-hmm. Parce que c'est ça qui est terrible. C'est que on dit ok, bon, j'ai froid aux mains et tout, mais quand on passe la ligne, après c'est la joie, c'est la fête parce qu'on a gagné. Oui, mais ça c'est après 200-250 km. Oui, mais c'est quand vous rentrez à l'hôtel, oui. Les doigts, moi j'ai perdu la sensibilité de mes doigts là. Oui, mais me raconte cette histoire. Les deux là, ils sont pas sensibles. Maintenant? Oui, je dois y faire. Je peux essayer? Ah, ouais. Voilà. C'est pas la même sensation que les autres. Ils ont été gelés. Rien d'ici et oui. Je les sens un peu. Mais et l'autre, ils sont très sensibles au froid aujourd'hui. Ah bon? Très très sensibles au froid. Donc quand je suis arrivé dans la chambre, mes copains qui étaient à l'hôtel, ils avaient mis de l'eau chaude. Oui. Tu peux pas. T'as tellement mal que tu peux pas. Il faut commencer par de l'eau froide. Tu te mets à quatre pattes dans l'eau. Oui. Puis tu commences à réchauffer tes mains, mais à partir d'eau froide. Mais on monte la température tout doucement. On ne peut pas aller de 3 ou 4 degrés, oui. Font les mains, à 35 degrés. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant? Les 8 premiers jours, on dit, oh, c'est pas grave. Mm-hmm. Ça va revenir. Oui. Et au bout de 3 semaines, ce n'est pas revenu. Donc je dis, maintenant c'est fini. Mm-hmm. Donc les doigts, c'est la seule souffrance que j'ai de Liège-Bastogne-Liège. Hondse Luik, Bastenaken Luik geweest. Sneeuw, kou, regen, mist, ijzel, glibberpartijen. Iedereen stapte af. En van die overblijvers is Bernard Hinault de sterkste. Je l'ai mis dans une espèce d'euphorie où on est sûr. Non, je crois qu'il faut rester lucide. Il faut toujours être bien concentré sur ce qu'on fait. Et dans ces cas-là, ça se passe bien. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant la dernière kilomètre, vous vous souvenez? Il y a une joie intérieure. On n'est pas là à lever les bras en disant « Ouais, t'as vu, j'ai gagné et tout. » Pourquoi pas les bras? Parce que j'avais peut-être du mal aussi à les lever, tellement il faisait froid. Non, je pense qu'on passe la ligne. C'est tout clips avant? Oui, on se laisse aller et c'est fini, quoi. On sait que c'est terminé. Quoi. Qu'on a donné le maximum de ce qu'on pouvait faire toute la journée et là, on passe la ligne et... Je pense que ça devait être Maurice Champion, le directeur sportif adjoint qui était là, qui a dû me prendre un peu dans ses bras. Mais je tenais encore debout, hein, j'étais pas mort. Hein. Et il y a des filles sur le podium? Je me rappelle même plus. Hein. Je pense qu'il devait y en avoir, ouais. Je pense. Elle aurait dû venir me réchauffer plus tard. Schil met zijn achtervolgers is nog altijd meer dan 8 minuten. Bernard Hinault is de winnaar. Connaissez des coureurs célèbres qui passent ici? Une Sartori. Ben, je suppose que Philippe Gilbert, habitant dans les environs à Hawaï,
est certainement passé par la vallée ici pour aller sur Trois Ponts et Stablo. Il s'est certainement arrêté ici pour prendre une tartorie. Pourquoi pas? Bien sûr. Non? Et pour des cyclistes, c'est bien sucré, c'est pour l'estomac. Ah oui, pour un cycliste, c'est assez, assez calorique quand même, oui. Donc, il y a un bon apport en sucre et les muscles sont absolument comblés, oui, absolument. Avec les tartories, on est dans des sucres rapides. Hein. Tu peux prendre une? Absolument. Oui. Encore un peu chaud. Oulala. Merci. Bonne journée, hein. Au revoir. Au revoir. Et bonne course, hein. Vlak voor me ligt Bastogne, nog 5 kilometer, denk ik. En dan hoop ik dat ik dit ding nog weer zie. Een tank uit de Tweede Wereldoorlog. Ben ik toen als jongetje voor gaan staan en hebben mijn ouders een foto gemaakt. Dan waren hij op vakantie in de Ardennen. Kijk of hij er nog staat. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Goed. Hoe is het? Goed, met jou? Ja. Ik heb een fotootje bij me. Ja. Moet even kijken. Ach, kijk dit plaatje. Het is helemaal blauwe waas erover. Ja. Maar dit is Wilfried de Jong toen die... Nou ja, waar schat jij mij op in? 13, 14? Ja, ik ging 12. 12? Zoiets, ja. Het leuke is, ik heb ook zo'n fotootje van Peter van der Meers, 10 jaar oud, bij deze tank in Bastogne. Wij kwamen hier op vakantie en hier is mijn belangstelling voor geschiedenis gegroeid bij deze tank. Ja, ja, dit is natuurlijk, die tank staat symbool voor zoveel, want Luik, Bastenaken, Luik. Bastenaken is natuurlijk Bastogne, het grote Ardennenoffensief. Eind 44, Hitler is helemaal in de verdrukking, de landing is in juni geweest. En hier dan in de Ardennen, rond Bastogne, zegt Hitler nog één keer, we gooien er nog alles eens in. En hier krijg je dan eigenlijk de laatste grote slag uit de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden die trouwens heel erg verrast zijn, hier lagen Amerikaanse divisies die totaal verrast worden als die aanval van de Duitsers, een tankaanval, gelanceerd wordt. Men moet divisies halen die ver in Frankrijk nog liggen. En hier komt dan de beroemde 101e luchtlandingsdivisie. Dat is de divisie die gesprongen is boven Normandië. En die komen deze stad verdedigen. En die liggen meer dan een week omsingeld door de Duitsers. Worden beschoten, vreselijke toestanden. En dan krijg je misschien wel een van de beroemdste uitspraken uit de Tweede Wereldoorlog. Generaal McAuliffe, Anthony McAuliffe, die is omsingeld. De Duitsers komen. Die komen zeggen, geef jou over. En het antwoord is één beroemd woord. Het antwoord is nuts. En de Duitsers begrijpen het eigenlijk eerst niet. Zo nuts, nuts, what do you mean? Hè? En eigenlijk zegt hij van, go to hell. Hè? En alleen al dat, in de legende toch, geeft de mannen zoveel moed. Hè, dat al bij al een paar dagen later ze dan ontzet worden door de hulp van een aantal andere divisies van Amerikanen. En dus voor mij is Luik, Bastenaken Luik, niet alleen die geweldige koers, die doyen, toch ook Bastenaken en Luik. Hè. Dus de plekken waar die oorlog heeft gewoed, waar de geschiedenis van Europa voor een stuk bepaald is. Ja. Peter, en wat deden die renners in de oorlog? Konden ze fietsen?
Nou, heel leuk is dat van een aantal van die renners die natuurlijk hard konden fietsen, bekend is dat ze smokkelaars werden. Een aantal daarvan hebben echt hun brood verdiend door boter en tabak te smokkelen tussen België en Frankrijk op de fiets. En heel mooi is eigenlijk, de laatste Luik Bastenaken-Luik wordt gereden in 39. 40 begint de oorlog. Er is geen koers in 40, 41 en 42. Maar in 43 wordt Luik Bastenaken-Luik weer gereden. En dan is er de man die in 43 Luik Bastenaken-Luik hier wint. Poorterke, Richard de Poorter van Echtegem. Een naam als een klok. Hij heeft ook een bijnaam in West-Vlaanderen. Ja, Poorterke, heel mooi. Ja. Die was krijgsgevangen geweest en wordt in 1 of 42 vrijgelaten. En kan dus hier in 43 winnen. En ik heb nog altijd een fotootje van hem. Hier, moet je zien. Hele mooie foto. Dit is Poorterke, Richard de Poorter, die in 43 in Luik gehuldigd wordt, die de bloemen krijgt. Overigens een van de mooiste overwinningen uit zijn carrière. Hij wint in 43 en is al na de oorlog, is al in 47 zal hij weer winnen. Overigens heel dramatisch. Een aantal jaren later, in de Ronde van Zwitserland, komt hij om. In rare omstandigheden, in een tunnel, wordt hij door volgwagens overreden. Maar Poorterke. Maar heel boeiend is dat de winnaar van 39, die ziet eigenlijk zijn carrière beknot door die oorlog. Dat is een Oost-Vlaming. Trouwens geen echt grote renner geweest. Albert Ritsenveld. Niemand die hem nog echt kent. Maar onder andere omdat hij oorlog zijn carrière beknot heeft. Wint in 39. In 43 rijdt hij nog mee, maar rijdt eigenlijk niks meer. En na de oorlog zal hij, zoals men in Vlaanderen zegt, geen platte prijs meer rijden. Ja. Nee, dat doet niks meer. En zo heb je natuurlijk een hele generatie voor wie die oorlog midden in hun carrière gekomen is. En die, nou ja, het was gedaan. Hè? Want er werd nauwelijks gekoest in die oorlog. Goh, binnen in 43. Stel je voor. Absurd. Ja, hè? Absurd. Goh, ik denk dat ik hier 40 jaar niet geweest ben. En nu was ik er weer, bij de tank. Ja, hè? En een beetje in de oorlog. Ja. En nu gaat de fiets maar weer de baas worden. Komende uur. Ja, vergeet nou de geschiedenis maar. Ja? Nou ja, ik neem hem mee in mijn hoofd. Ja. Salut! Luik is natuurlijk een ongekend niveau. Ik ga nu aan mijn derde keer beginnen. De eerste was ik eerstejaars, was ik 21, dus het was al een schok om het niveau hier te zien. Ja. Wat is dan de schok? Nou, hoe hard er eigenlijk gereden wordt. Dus wat ik als eerstejaars in ieder geval nog niet goed kon, was om 4, 5, 6 uur lang hard te fietsen. Dus ik kon wel een rustige etappe in de Ruta del Sol overleven en dan op het einde een klim opvlammen, dat kon ik wel. Alleen Luik, Bastenaken-Luik is gewoon een uithoudingsproef. En wat overkom je dan? Loop je dan als een bandje heel langzaam leeg in zo'n wedstrijd? Ja, precies. Ja, ik had ook wat pech, dus dan loop je al achter de feiten aan en je loopt gewoon leeg. Heb je hem uitgereden? Eerste niet, een tweede wel. Ja. Oké, waar ben je de eerste uitgestapt? In de bevoorrading, net na de Haute-Levé. Dat is het moment dat ik in de auto stapte. Ja. Ja. En hoe dacht je over jezelf toen? Nou, ik had pech, want er reed iemand in mijn achterwiel onderaan de wannen. Dus ik kon het voor mezelf nog een beetje vergoelijken met een smoesje. Maar nee, anders had ik er ook af moeten. Dus ja, het is gewoon heel zwaar. Ja,
en toen dacht ik, ik ga me beter voorbereiden en ik ga nog meer eten en nog meer zorgen dat ik die afstand aan kan. Dus ik begin als een gek te eten vanaf het begin. Met het gevolg dat ik flinke maagklachten kreeg aan het eind. Dus te veel eten is ook mogelijk. Wat merk je dan op een gegeven moment gaandeweg? Je bent aan het eten en... Diarree. Diarree? Ja, okay. Ja. Okay. Gewoon echt maag-darmklachten. Maar echt, ja, dit klinkt een beetje vies, maar het komt er ook echt uit dan? Of nou, kon je inhouden? Ik kon het nog inhouden, maar het eerste wat ik deed na de finish was inderdaad... Toen kon ik ineens nog heel hard fietsen, ja, na de finish, na de bus. Kun je daarin leren? Nee, ik heb het met de diëtist van onze ploeg erover gehad. En die zegt eigenlijk, ik kan een mens maar 90 tot 100 gram koolhydraten op een uur innemen. Dus ga je daar flink overheen, eet je er 150. Dat kan je lichaam niet eens verwerken. Dus dan kun je wel eten, maar dan heb je de kans dat je maagklachten krijgt. En dat deed ik dus. Dus jij bent voor jezelf eigenlijk dat nog aan het uitzoeken? Ja, ja, en zelfs een beetje aan het berekenen tijdens de koers van hoeveel zit in dit reepje en hoeveel zit in mijn bidon en hoeveel moet ik dan per uur eten. En wat is nu het perspectief voor jouzelf? Ben je ambitieuzer geworden? Ja, veel ambitieuzer. Ik wil nu wel eigenlijk die finales meemaken. On coupe la circulation, on empêche les voitures de passer et les gens de se mettre dans le circuit. On travaille en équipe, hein. Chez nous, on a à peu près 20 signaleurs, hein. Et alors, on les place d'après les emplacements. Il y a des gens comme moi, oui. Un peu plus imposants. Oui, oui, mais imposant, ouais. c'est important. Hein. Oui. Et une dame, normalement, s'il y a un petit chemin, on met plutôt une dame. Oui, à moi, alors, la longueur, c'est d'importance. Oui, la stature. La présence aussi. Oui. Quand c'est une femme, on a moins de... Parfois, il y a des endroits où on est mieux vu qu'un homme. Mais c'est pas vrai. Il y a des femmes qui qui en imposent. Oui. Ouais. Et la place ici à Stavelo, c'est d'une grande importance, n'est-ce pas? Ici, oui, mais on ne sait pourquoi? Pas. Pourquoi? Déjà pour la dangerosité ici, il y a beaucoup de monde. Et ici, le gros problème, c'est qu'il faut faire reculer tout le temps les gens. Mais il faut deux, trois ici, hein. Et toujours les gens, attention, hein, pas up. Hein. Les parents de coureurs essayent bien souvent de suivre leurs coureurs. Ouais. Alors il faut les arrêter. C'est vrai qu'il y a un incendie ici. Ouais. Ici c'est quoi l'histoire? C'est assez dire que le rosier. Ouais. Les pompiers sont venus, alors on ne savait plus passer avec comment la course. Comment passait-nous une demi-heure avant, puisqu'on doit être avant? Ouais. Ben, on les a prévenus. On a téléphoné l'organisateur pour dire qu'il y avait un incendie. Donc on les a détournés au dernier moment. Ils ont fait une autre partie de la course. Et alors, en toute vitesse, ils ont réfléchi comme ils pouvaient. Et le moto, ils étaient prévenus. Et là, moi, il y avait peut-être une dizaine de rues à couvrir. Hein. Oui. Et alors, la course a été déviée. Et ils sont revenus au même point. Oui, c'est une grande importance, n'est-ce oui. pas ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut, anticiper. Il se passe quelque chose, il faut directement, il faut vite faire ceci. Il ne faut pas rester comme ça, pas bouger. Hein. Il faut directement réagir. Réagir en flamand. Hein. Réagir, oui. Et vous avez la course dans le cœur. Oui. On est toutes les semaines, on fait toutes les courses. Hein. Uh-huh. Mais il y a 35 ans, nous autres, il y a 35 ans qu'on le fait, nous ah autres. Bon. Hein. Oui. Et vous aimez bien la course? Oui. Pourquoi? On voit des paysages, on voit les coureurs, on voit des gens. C'est bien, c'est gay. Puis mon fils avait roulé vous aussi. Avez un grand favori de Liège-Bastogne-Liège? Nous autres, c'est Gilbert. C'est hein. Gilbert, nous, évidemment. Il habite près d'ici. Voilà. Mais on fait signaleur parce qu'au départ, notre fils courait en vélo. Et moi, en tant que maman, on avait peur des accidents. Alors maintenant, eh bien,
on fait pour les autres ce que on a fait pour nous. Voilà. Traditionele was wannen, stokken, hodelen, vee. Daar voel je voor het eerst je benen ook. Ja. Dan op de stokkeu voelde je echt voor het eerst je benen. En dan, want die is echt stijl al. Wist je dan altijd al genoeg? Dat wist ik genoeg, ja. Ja. Wat ik altijd zag was op de stokkeu het monument van Merckx. Kijk even naar rechts. Dat keek ik altijd even snel, ja. Die Merckx is de enige renner die al 4 maal deze Luik-Bastenaken-Luik won. Dat was in 69, in 71, 72 en 73. En daar zijn de renners. En die Merckx is aan het sputteren. Het peloton is daarachter. En die Merckx sputt nog altijd in het midden. Omdat hij die Merckx al de tijd heeft om in 10 seconden van Stevenee een grote spurter is, komt daar toch nog een derde man naar het is. En die Merckx die wint. Jan Janssen spreekt u. Jan, je spreekt met Wilfried de Jong. Hey Wilfried. Jan, ik zit... Zie ik op de fiets? Nou, ik ben er net even afgestapt. Ik zit midden in de Ardennen. Ik heb al flink wat geklommen en gedaan. Maar ik stuitte in een archief, in een fotoarchief, een oud fotoarchief, op een paar bizarre foto's van jou. En daar wist ik helemaal niets van. Dat jij in 1965 lopend met je fiets in Rocourt over de finish ben gekomen in je wereldkampioenschapstrui. Wat is daar in godsnaam gebeurd? Die Luik-Bastenaken-Luik, dat was toch een slecht weer. Hoop afvallers. En we komen op de duur, komen we weg te zitten met een man of 10. Ja. En we komen op die wielerbaan aan in Rocourt. En het had geregend. En welke idioot bedenkt nou dat je op een wielerbaan die nat is aankomen? Ja, dat is natuurlijk helemaal van de zotte. Maar Jan, is het nou zo dat jij van het clubje wat daar aankwam, was jij daarvan de beste sprinter? Ja, Wilfried, ik kon dat niet verliezen. Ik kon het niet verliezen. Nee, want? Er waren sprinters bij, ja, strijkijzers. Leo Knops, Huismans. Was allemaal een slag minder dan jij. Simpson zat er ook nog bij. Tommy Simpson, maar, ja. Ja, want ik heb een foto hier en dan zie je dat jij lopend over de finish komt en vlak achter jou zit Simpson. Ja, klopt. Die was ook gevallen. Ook gevallen? Ja. En ik kon niet meer fietsen, dus ik moest te voet naar de finish toe. Ik dacht, ja, ik wil toch wat centjes verdienen, want die jongens die hadden de hele dag hun best gedaan, mijn ploegmaten. Ja. Ik dacht, ja, moet ik toch wel wat... Ik heb ik een halve baan gelopen met mijn kromme benen. Geen gezicht met mijn wereldkampioen trui, Jan. Jezus. En te voet over de fiets heen. Man, nou op. Ik schaamde me kapot. Ben je nog naar die Desmet toegestapt na de hand? Ja, in de kleedkamer. Gilles bij Desmet en West-Vlaming. Ik kon hem amper verstaan, man. En al wel, Jan. Sorry, Jan. Al wel. Ja, al wel. Ik ben een mooie, jij.
Maar ja, ik had als wereldkampioen zo'n Luik Bastenaken Luik. Ja, dat was natuurlijk fantastisch geweest. Ik rijd naar het plaatsje Remouchamp weer binnen. Dat is de geboortegrond van Philippe Gilbert, de winnaar van 2011 van Luik Bastenaken Luik. Hier, hij woont er zelf niet meer, maar zijn familie zit er nog wel. Die woont hier aan de voet van de Redoute en dat is die venijnige klim die ik straks moet gaan doen. Ik hoop dat zij me een beetje uit kunnen leggen hoe ik dat kreng het beste kan rijden. En wat zal een feest zijn op de Redoute, daar waar al zijn familie staat. Il y a des années, c'était on se levait tout au matin, on descendait bien souvent à Liège. On partait avec Nadia et Christian, les deux plus grands de la famille. On ouais. était dans la voiture, on partait. On allait les voir à Aubourg, Chenay des fois, Chenay, puis Aubourg, pour revenir sur Ewaï. Ils étaient souvent mauvais, alors il y avait des coureurs qui étaient toujours au bord de la route. Des fois qu'il y avait des grelons, ou bien il pleuvait, il faisait très froid. Ouais. Alors les coureurs, la caravane, elle passe. Puis les coureurs sont au bord de la route et ils attendent. Camion balaye, hop, il passe, il s'en va, parti. Plus personne, directeur porté sont partis. Et les coureurs sont là, ben allez, retour à Liège. Personne ne veut les charger, personne. Ils viennent voir et ils sont là, ils tapent sur la voiture. Et nous autres, on est avec notre petite voiture. J'ai ma fille, mon fils, hop, allez, viens. Et on prend le vélo, on prend le coureur. Et on les reconduit à l'hôtel à Liège, ou bien des fois, ils revenaient ici. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Ça, c'était avant ouais. Philippe. C'était l'avant Philippe. Ouais. Maintenant, on organise le week-end de la Redoute. Donc, il dure 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, un week-end festif. Et le dimanche, ben, on est tous au travail. On reste dans la Redoute. En dat moet iets met Gilbert doen, als hij nu hier door je geboorteplaats rijdt. Straks komt hij al zijn familie tegen, vrienden, bekenden. On aime bien l'histoire d'il y a 3 ans. Oui, ben oui, quand Philippe gagne, il est bastogne. Kijk eens naar die feesttenten, die zijn er allemaal voor Gilbert. Hè? Het was niet een paar dagen geleden dat zijn vader en zijn broer hier met een shoveltje aan het rijden waren om dit op te bouwen. 10.000 personnes dans la redoute, à ce moment-là. Et tous les proches, tous les fans de Philippe, tout le monde pleure, je crois. En tout cas, la famille, oui, tout le monde pleurait. De joie, bien sûr. On revivra peut-être encore, je ne sais pas, s'il pouvait gagner. Nous verrons. Oui. Vous avez monté la redoute? En voiture. Madame. Oh oui, ah, la madame, voiture. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Non. Et vous? Moi, je l'ai fait une fois à vélo, mais je m'arrêtais pour cueillir des fleurs parce que je voulais avoir un gros bouquet au-dessus. C'est pour ça, hein? C'était c'est juste pour couper les fleurs. Ah, avec ma soeur. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Vélo, ouais. Sans entraînement. Avez-vous un tip pour moi? Il faut pas aller trop vite au début. Il faut pas aller trop vite. Il sort de sa maison, va monter la redoute directement et il n'est pas pris par lui. C'est dur dans les jambes, c'est dur pour le cœur, c'est trop dur directement. Il faut aller. Moi, je l'ai déjà monté, mais j'allais faire rouler dans la vallée, je faisais à peu près 40-50 km sur le plat et puis j'ai monté la redoute alors. Et là, on passe la redoute, pas facile, mais en fait, ça passe. Ben, tu montes directement. Nous, c'est moi, j'ai toujours dit à mes enfants, il faut pas monter la redoute. Nee. Qu'est-ce que ça veut dire, la doyenne? C'est la plus vieille course. C'est la plus âgée, il y a la doyenne. Ah, ça, c'est le plus âgé, ouais, la doyenne. Oui. Ok, je connais pas le nom. Okay. C'est le plus vieux. Respectable. Oui, c'est le plus vieux. Oui. Comme une grande femme. C'est ça, oui. Une grande dame. Oui. Là, ici, c'est la doyenne, c'est la chef. Merci beaucoup. Et pas poussé, hein? Non, allez-y. Ok, allez. Au revoir. Merci.
Redoute, dat is, ja, dan stroomde de adrenaline uit mijn oren. Dan was ik echt nerveus. Uh-huh. Ik heb volgens mij nooit aangevallen daar. Wel meegesprongen. En waarom niet? Nou, omdat gewoon simpelweg sommigen wat harder reden dan op dat moment. Nou ja, we kennen natuurlijk allemaal het moment dat Van der Broeke daar met Bartoli ineens een show gingen opvoeren. Maar ja, dat waren wel twee renners, daar moest je wel mee. En ja, ik ging er wel achteraan. Maar ik vergeet nooit meer wat daar gebeurde natuurlijk. Want ik zat eerste rang. Ja. En Bartoli ging eerst en Van der Broeke ging daarnaast. Ja, die kijkt een beetje en die klom echt in zijn beugel. Op een gigantisch zware versnelling ook voor mijn gevoel. En Bartoli, die zag je gewoon echt knakken, zo van, ik ben leeg. Oh, oh, oh. En elkaar geen blik gunnen. Ja. Maar je moet het toch maar weer doen, hè? Ja, ja, ja. Ik wou eerst niet reageren, want je zag ook echt dat het een soort hanengevecht was en dat ze nooit met z'n tweeën door zouden rijden. Maar ja, op een gegeven moment word je toch nerveus. Toen ben ik toch maar gaan reageren en... We zijn er ook gelijk naartoe gereden bovenop en toen ja, waren ze inderdaad aan het, je kent het wel, die van Bartoli was natuurlijk niet blij. Nee, dus, ging dat in het Italiaans of in het Dat ging in het Italiaans, ja. En toen... Heb je echt gescholden op elkaar? Nou ja, een beetje zoiets van Bartoli zei waarschijnlijk zoiets van, joh, wat maak jij nou, joh? Zo, want dit was Bartoli natuurlijk ook niet gewend. We reden echt perfect naar Saint Nicolas toe. Ja, ik voelde mijn benen wel, maar ik voelde ook wel nog dat ik power had. En ik reed alleen weg. En nu is het Bogert die alleen aan de leiding gaat. Bogert aan de leiding in de finale van Luik Bastenaken-Luik. Ik weet nog goed dat ik dacht van, ja, ik win Luik. Jezus. Ik voelde mijn benen en ja, ik reed een zware versnelling. Ja, 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 ik had echt zoiets van, dit is het ultieme gevoel. Dit heb ik heel het voorjaar nagestreefd. En ik keek om en ik zag niemand, helemaal niemand. Nee. En ik keek nog een keer om en ineens zat Van der Broeke achter me. Ken je deze man? Deze man ken ik zeker, ja. Wie is dat? Van Michael. Kees Beers, de wielerman uit de jaren 90. Die maakte in die tijd de beste wielen. Daar wilden echt alle profs op rijden. Oké. Okay. En op de dag dat jij streed tegen Van der Broeke, toen reed hij met deze wielen langs jou? Hij reed met die wielen langs mij. Ja. En Kees, hoe kwam het tot die afspraak eigenlijk met die wielen en met Van der Broeke rond die Luik Bastenaken-Luik van dat jaar? Frank die belde me op. Die zei van, Kees, ik wil een paar hele speciale wielen hebben voor Luik Bastenaken-Luik. Zou je dat kunnen regelen? En toen ben je aan het werk gegaan in jouw werkplaats? Ja. Ja, dit is dan de velg. Dit is carbon en hier zit Kevlar. Wat doe je het dan? Is net als stof als dit. Ja. Als het droog is. Ja. En wij hebben het dan, we laten daar dus hars in impregneren, zo moet je het eigenlijk zien, net als een trui waterdicht maakt. En dat leggen we dan in een mol en het wordt helemaal met de hand wordt het dan gemaakt. En dan leggen we hem helemaal rond in. En dat is gewoon ontzettend moeilijk om een rechtstuk krom neer te leggen. En dat lijkt mij eigenlijk heel moeilijk. Want je moet het zowel rond leggen en je moet het nog eens een keer omhoog rond neerleggen. En hoeveel lichter was dit wiel, denk je, dan dat van mij? Ik denk een halve kilo. Per wiel? Nee, stelwielen. Okay. Dit zit dus onder. 500 gram heb jij meer meegedragen, die wedstrijd? Nou, maar het is niet alleen het gewicht, het is ook de stijfheid van het wiel. Dat je meteen, je verliest geen energie. En als er gewoon een spaak, het principe over een spaak die kan heen en weer bewegen. Dit kan gewoon niet bewegen, het zit gewoon solide aan het wiel vast. Kijk, renners zijn bijgelovig, Michael, ja, toch? Als jij dit ziet bij de start van de broek, dan heb je even, dan ben je een klein beetje geflikt, ben je wel, ja. Kijk, als je voelt je toch even niet zo goed. Of waar reed jij op? We reden op Antara's. En dat is aluminium? Zo? Dat was rommel. Dus, het was echt rommel. Vergeleken met dit was het rommel. Het deed niet wat je wilde, zo'n wiel. Wat gebeurde er dan als je hier omhoog reed? Ik moest mijn rem altijd openzetten van achter, anders liep die aan. Dus, maar dan moest je er ook weer aan denken, of, zeker als het nat weer is, ook weer dichtzetten. En dat is allemaal. Onhandig, Maar dat maakt verder niet uit, dat was gewoon in die tijd. En wanneer heb jij ze gebracht bij hem? Ik dacht op vrijdagavond. Voor Luik Bastenaken-Luik. Ik denk dat hij een dag tevoren, of twee dagen tevoren, het wiel klaar was. En toen waar gaf je het aan hem? In het hotel. In Luik al? Ja, ja. Heeft Van der Broeke aan jou ook zijn strijdplan van die dag een beetje uitgelegd? Ja. Toen ik in het hotel kwam, toen was er volgens mij een stukje op de televisie over Luik Bastenaken-Luik. En toen
Waar is het hier? Hij zegt, Kees, daar ga ik weg. Daar, hier op dit straatje. Als je mij morgen wil zien winnen, moet je daar gaan staan. Daar ga ik weg. Hier, echt op dit straatje hier zo? Dat zei hij van tevoren. Zo, en het gebeurde ook? Het gebeurde ook. Van den Broeke gaat. Van den Broeke gaat nog eens met die grote versnelling. Kijk eens aan, jongens. Bij de beklimming van de laatste helling van de dag, de Côte de Saint-Nicolas. Wat hij al gedaan heeft op La Redoute. En kijk eens. Ja, daar is een gaatje tussen. 10 jaar na zijn overwinning hier pleegde Van den Broeke zelfmoord. Hoe was dat voor jou, Kees? Ja, verschrikkelijk. Ja? Ja, dat gaat door je merg en been. Zeker weten. Kijk, ik heb natuurlijk al een aantal wielrenners ook gekend die ook dood zijn. Dat, zoals? Dat is van Casatelli. Dat was je van tevoren. Zie je die mensen in de... Die kende je ook. Die kende ik ook. Ja. Nou, het is verschrikkelijk. Dat zijn dingen, dat vergeet je gewoon niet meer. Tot op de dag van vandaag kan ik niet begrijpen dat hij gewoon daar van me, zo van me weg reed. Die vent die was zo sterk, dat was niet normaal. Dat, ja, ik kon hem gewoon niet volgen. Maar ook niet door de pijn in benen of dat ik kramp had. Gewoon, ik kon niet harder. Wordt er in die tijd nog wel eens over doping gesproken toen? Rond de wel gezegd, ja, die Van den Broeke is een pakker. Werd dat gezegd na de hand? Nee. Heb jij zelf aan gedacht? Nee, want ik heb dat nooit zo gezien. Want iedereen deed, kijk, je wist wel een beetje wat er in die tijd gebeurde. Ja. Wat nu achteraf de standaard kijken. Was in het wielrennen. Nee, maar je zou kunnen zeggen achteraf van, goh, weet je, oké, iedereen gebruikt in die periode, zeg je dan. Dat gevoel heb je niet gekregen op dat moment, Saint-Nicolas. Je dacht van, ja, hij gebruikt veel meer dan ik. Je hebt gewoon zal dat wel eens door mijn hoofd zijn gespookt. Ja, ik weet wel, dat heb ik wel vaak gehad, ja, dat ik... wel eens dacht van oké, er zullen er misschien zijn die iets meer risico's nemen als dat ik neem. Maar los daarvan was het ook, zeg jij, de klasse van hem op die dag. Maar die kon wel een beetje fietsen natuurlijk. En nu is het wachten op de nummer 2. Het is jammer voor Michael Bogert dat hij het niet gered heeft. Hij was zo mooi weg samen met die Frank van den Broeke. Eigenlijk erg, hè, dat een koers waarvan je als jongetje zegt van goh, wat een mooie wedstrijd. Je ziet hem op je 8e. Je gaat om 16, je kom je in de buurt, op een gegeven moment ga je de fietsen, op een gegeven moment word je een kenner van het parcours, je gaat van de omgeving houden en je wint hem nooit. Ja, dat is heel erg. Ja. En zeker als ik zie welke renners hem gewonnen hebben, ook na mij nog, of nadat ik gestopt ben nog gewonnen hebben, denk ik van ja, ik had hem gewoon wel kunnen winnen. Ja, het was gewoon, het mocht niet zo zijn. Daniel Martin. Oh, dat is wat. Wie had dat gedacht? Hij rijdt hem eraf. Dat is een sensatie. Hè? Dat gaat wel. Alle drie